President Santokki zegt uitspraken van VP Guyana onacceptabel. Voor infrastructurele werken is er een vergunning nodig. En ontbossing in Amazone regenwoud met 80% gestegen. Goedenavond, het is zondag 25 september 2022. Welkom bij het STVS Journaal. Hoewel de gedane uitspraken van Guyanese vice-president Barajak Deo niet via de diplomatieke kanalen heeft plaatsgevonden, kunnen wij dit niet accepteren. Dit zegt president Chan Santokki gisteravond, kort na de gebedsdienst in het kader van de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. Jack Deo gaf tijdens een bespreking met lokale stakeholders uit de visserijsector aan dat Suriname corruptief en onbetrouwbaar is. Het staatshoofd liet weten dat de regering meteen hierop heeft gereageerd door de Guyanese ambassadeur in Suriname, Keith George, per direct te ontbieden. Het is niet de wijze waarop twee buurlanden met elkaar moeten gaan omgaan met die beschuldiging. Maar nogmaals, we hebben goede communicatie op het niveau van de president. En we hebben al gevraagd voor overleg. En dat overleg wordt gepland de komende weken door minister van Buitenlandse Zaken van beide landen. De Guyanese regering houdt voet bij stuk dat de Surinaamse regering middels een MOU heeft aangegeven 150 visvergunningen te verstrekken aan Guyanese vissers om in Surinaamse wateren operationeel te zijn. President Santokki ontkracht dit voor de zoveelste keer en legt uit wat er precies speelt in dit kader. Tiende keer, dat gaan we begrijpen. Aan de andere kant in Guyana blijkt dat er vissers zijn die visvergunningen kopen aan de zijde van Suriname. Of huren en betalen 8.000-9.000. En hun voorstel is geweest, de staat Suriname verdient niks. Als jullie die vergunningen rechtstreeks kunnen geven, dan verdient de staat wat. En we hebben gevraagd, dan hebben we een overzicht nodig, wie die mensen zijn, wie die vergunningen verhuren. Nou, dat overzicht is gekomen, niet helemaal volledig. En nu wordt onderzocht door de minister van LVV hoe het staat met het overzicht. Klopt het? Zijn het inderdaad vergunningen doorverkocht? Zijn het kopievergunningen? Zijn het vervaste vergunningen? Zijn het wat dan ook? En als dat resultaat bekend is, dan moet je weer dit met elkaar bespreken. Maar we gaan ons niet onder druk laten plaatsen. Voor alle infrastructurele werken in het hele land bestaat er nu een vergunningsplicht. Volgens minister Riyad Noor Mohammed van het ministerie van Openbare Werken kunnen personen niet zomaar meer werkzaamheden uitvoeren op hun terrein als zij geen vergunning daartoe hebben. Gisteren werd er op het ministerie van OW het nieuwe vergunningsbeleid gelanceerd. De informatie met betrekking tot het vergunningenbeleid zal ook op diverse mediasites gedeeld worden. En dat kan zijn een nulvergunning of een betaalde vergunning of whatever, toestemmingsbrief of bereidsverklaring. Maar alle infrawerken die er bestaan volgens de wet gaat men toestemming hebben. Dus vanaf vandaag kan je dus bij de one-stop window de werken die hier zijn opgenomen, daar zijn formulieren voor klaar. Maar mocht er iets zijn dat je toch wil bouwen en niet specifiek genoemd is, dan is er een speciaal formulier. Volgens de bewindsman zal ieder geïnformeerd worden in diverse talen aan de hand van een flyer. Bij de one-stop window van het ministerie zal de samenleving de gelegenheid krijgen daar hun vergunningaanvragen in te dienen. Ook de afhandeling van de vergunningaanvragen zullen geschieden via de one-stop window. Er zal nog verder gewerkt worden aan de efficiëntie van de afhandeling van de procedure van de vergunning. Het moet veel sneller, aldus de bewindsman. Niemand kan me komen zeggen dat hij niet wist dat hij een schutting niet wist vergunning, voor een duiker dat hij niet wist voor een vergunning, dat hij een primaire kanaal niet eens mag aanvragen. Dat soort dingen wil ik niet meer horen. Ook een verbouwing is heel specifiek hier opgenomen. Dus ik ga het even opnoemen. Iedereen moet weten dat je een bouwvergunning nodig heeft als het gaat om nieuwbouw en elk ding dat je op je erf bouwt. Want u gaat me vragen, ja, waarom? Het meest voorkomend probleem is dat mensen bouwen op ander mens huis of in ander mens slaapkamer. En dat moet stoppen. Ja toch, er zijn regels wat je mag doen op je erf.
Het is van belang dat de samenleving effectief leert communiceren. Volgens cognitief gedragstherapeut en psycholoog Padma Bihari moeten wij afstappen van de oude manier van communiceren. Kijk, in mijn caseload is vaak communicatie een probleem. Relaties die stuk gaan, relaties die eindigen omdat er niet wordt gecommuniceerd. In principe wordt er wel gecommuniceerd, want non-verbaal is ook communicatie. En dat interpreteren we op onze eigen manier. En als je dat interpreteert, anders interpreteert dan de ander zendt, nou, dan ontstaat er miscommunicatie. Uit miscommunicatie komt verminderd vertrouwen, geloofwaardigheid is zoek. En vervolgens komen de negatieve emoties, frustratie, boosheid, irritatie, jaloezie, verdriet, boosheid. Allemaal leiden tot mentale klachten. Tijdens het communiceren is het van belang dat de persoon duidelijk maakt wat zijn of haar emoties zijn en hoe deze over te brengen. Door miscommunicatie kunnen er negatieve gedachten ontstaan die gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. We moeten zeker werken aan het beter communiceren, misschien ook aan het communiceren, maar ook vooral aan het denken. En we moeten ook stoppen met het denken voor de ander. Wat de ander denkt is niet mijn zaak. Dit is wat ik mensen leer. Denk gewoon, dat is niet mijn zaak. Want in Suriname denken we too much voor wat de ander gaat denken. Het is zo cultuurgebonden. Van kleins af aan leren we, oh, maar als je dit, wat zullen anderen denken? Nee, dit moet je niet doen, want wat gaan anderen denken? Ouders moeten ook leren te luisteren naar hun kinderen. Volgens Bihari houden ouders vast aan de manier van opvoeden die zij hebben ervaren bij hun ouders. Toen was er nauwelijks sprake dat kinderen mochten meepraten. Bihari benadrukt dat wij moeten stoppen om te denken voor anderen. Ouders zijn te veel gefocust op de manier waarop zij zijn opgevoed. Die moeten ze loslaten. Er moet in communicatie is het belangrijk om te luisteren. Ouders mogen luisteren naar kinderen en dat gebeurt veelal niet. In dit soort workshops vraag ik ook, luisteren jullie naar je kind? En als ik ook vraag hoe er wordt geluisterd, nee, er wordt niet geluisterd. Dus die kloof is enorm. De workshop Effectief Communiceren werd op dinsdag jongstleden gehouden met als doel mensen vaardigheden bij te brengen om op de juiste manier te communiceren. Volgens Bihari is het tijd dat wij meer werken richting preventie dan dat er steeds weer gesproken wordt over mentale gezondheid. Er moet meer actie komen aan de hand van workshops. Mentale gezondheid is nog steeds in een taboesfeer in Suriname, vooral als men een psycholoog zou moeten bezoeken voor begeleiding. Ondanks er nu wel openlijk gesproken wordt om de psycholoog te bezoeken, bestaat er voor bepaalde personen nog een drempel om werkelijk naar hulp te zoeken. Inspraak en zeggenschap van de manschappen wordt gerespecteerd door het ministerie van Defensie. Dit zegt minister Krishna Mathura van Defensie over de erkenning van de oprichting van de vereniging Rechtspositie Militairen. Het wetboek Rechtspositie van de Militairen verbiedt een aantal handelingen en over die zaken moet er nog overleg komen. We zijn een legerorganisatie, een defensieorganisatie. En gewoon in het kader van dus veiligheid, maar ook de discipline. Communiceren met elkaar zijn instrumenten om daartoe te komen. En dat moeten we nu gaan regelen. Er is op zich geen enkele, reden voor mij om te zeggen van ik wil geen vakbond of ik ga tegenwerken. De minister is op de hoogte van het incident waarbij voeding dat bestemd was voor militairen niet goed genoeg bevonden werd door de militairen en hierover hun afkeuring uitte op sociale media. Mathura reageert op de eisen van de militairen ten aanzien van een beter voedsel en een loonaanpassing. Zeg maar, eisen wil stellen of vragen, dan moet je ten eerste aangeven, en dat is ook in het staatsbesluit met betrekking tot vakverenigingen en vakbonden, dat je de meerderheid van het leger representeert. Dus dat moet die vereniging nog aangeven, dat ze de meerderheid achter zich hebben. Tweede is dat wanneer je eisen stelt, dat het onderbouwd moet zijn en op schrift moet zijn. Je kan niet in een meeting komen en zeggen van ik eis zoveel procent of ik wil dat morgen die post helemaal gerenoveerd wordt
bedoel, dat zijn heel erg onrealistische zaken en zo wordt er niet gewerkt. Ondanks de economische situatie in het land moeten wij toch genieten van de vakantieperiode. De redactie sprak enkele Surinamers die op een van de recreatieoorden in het district Para was. De bekende vakantieleuze, vakantie, vakantie, o heerlijke tijd, kon je horen van de diverse bezoekers. Hoe vindt u tot zover deze vakantieperiode? Vakantie, vakantie, o heerlijke tijd. En dat is het ook. Het is een heerlijke tijd. Deja zo, corona, klein corona. Dat is weer vieren vakantie. Ontspannen, genieten. Ik vind het dan een educatieve vakantie voor mij, dan, want ik heb veel trainingen kunnen afwerken. Ik was ook helaas toch hier voor een schoolbezoek en het is wel prima. Let op jezelf. Het is een heerlijke tijd, maar tegelijkertijd ook een zeer gevaarlijke tijd. We zijn hier bijvoorbeeld op een heel leuke plek, kleine Coroni, en jullie merken het. De sfeer is hier lekker, het is leuk, maar we zijn ook hier met kinderen. En we zijn hier heel voorzichtig voor wat betreft het water, weet je wel, de veiligheid, et cetera. Dus let goed op jezelf, geniet met volle teugen, maar tegelijkertijd let op jezelf. Volgens de manager van Kleine Coroni, Bianca Jabini, worden per dag niet veel personen toegelaten tot het oord om de veiligheid te kunnen garanderen. Veiligheid en dat iedereen kan genieten staat hoog. We hebben er niets aan als je 500 mensen hier toelaat en we zitten als heel krapjes bij elkaar en je kan niet vrij bewegen. Zoals u ziet moeten de heren nog steeds kunnen sporten, kunnen voetballen. Dus we houden dat stukje dan toch wel gering. Volgens eigenaar van de recreatieoord Kleine Coroni, Ivan Bent, heeft de COVID-19-pandemie geringe impact gehad op zijn onderneming. Nu daar de COVID-19-maatregelen helemaal versoepeld zijn, is de gemeenschap weer extra gaan genieten op de recreatieoorden. Er was dit weekend een enorme drukte te merken op de weg richting de vakantieoorden. Volgens Bent wordt er extra gelet op de veiligheid van de bezoekers. De natuur is onvoorspelbaar, dat is sowieso. We hebben netten, als je goed kijkt gaat zien dat we netten geplaatst hebben. Dus we doen ons best zoveel mogelijk dat wij niet in die gevaarzone komen van pieringen. Maar ja, elk recreatieoord zijn in de buurt wel pieringen. Maar gelukkig zijn wij gevrijwaard daarvan en doordat wij maatregelen getroffen hebben hiervoor. De beleiders van het hindoeïsme staan aan de vooravond van Navratri. Het is een feest van dans en aanbidding. Het woord Navratri is samengesteld uit twee woorden, Nava 9 en Ratri nachten. Gedurende deze 9 dagen zullen de hindoes vasten en bidden. Volgens Nitin Jagbandan, voorzitter van de Senaten Dharam Maha Sabha Suriname, begint Navratri maandag 26 september en duurt tot 5 oktober. Je moet weten dus dat binnen het hindoeïsme de Almachtige wordt vereerd in een nederdaling in mannelijke vorm, maar ook in vrouwelijke vorm. En Navratri is dus dan de periode in het jaar. Je hebt eigenlijk 4 Navratris, waarvan 2 dus dan uitbundig worden gevierd. Is dan een periode van 9 dagen en nachten, soms 10, soms 8, hangt van de constellatie af, waarin dus dan het vrouwelijk aspect van de Almachtige dan wordt vereerd. Het is een periode van bezinning, een periode van vasten. U weet allemaal wat de voordelen van vasten kunnen zijn. En de moslims doen dat, de christenen doen dat. Dus wat ik van hieruit zou willen zeggen is dat de mensen dan gretig gebruik moeten maken van deze bijzondere periode om dus dan zichzelf geestelijk en lichamelijk te gaan reinigen. Na de offerdienst wordt in sommige gezinnen de lofzang ter ere van Durga voorgelezen en de geofferde spijzen uitgedeeld. Sohari, Lapsi, respectievelijk 1 in olie of ghee gebakken pannenkoek, een soort pudding. Het uitdelen van rijstebrei hoort ook tot de mogelijkheid. Voorzitter Jagbandan zegt het volgende. De Sri Sanatan Dharma als eeuwige wet, die heeft verschillende modaliteiten. Er is geen credo, een vast patroon. U mag zelf kiezen voor welk vorm van vaste u kiest. Meester Dr. Anders Gennadin heeft het mooi gezegd dat de Sri Sanatan Dharma een etalage kast is. U mag zelf daaruit pakken wat voor u eigenlijk past. De allermoeilijkste vorm, zwaarste vorm, is zich helemaal ontdoen van eten en drinken. Het gaat wel moeilijk, maar het is wel te doen. Tweede vorm is dat u dan alleen water gaat drinken. Derde manier is dat u alleen fruit gaat nuttigen. Vierde manier is alleen
voedselproducten gebruiken die suikers alleen bevatten, bijvoorbeeld rijst en brei. En vijfde modaliteit is het nuttigen van vruchten. En zesde is tenminste dat u vegetarisch moet zijn, want het vegetarisme is een belangrijk fundament binnen de beleving van de Sri Sanatan Dharma. Wij mogen niet doden. Tot zover de binnenlandse berichten. We zijn